Jongens, Jurassic hier en welkom bij weer een nieuwe gameplay hier op mijn kanaal Jurassic Game. Vandaag heb ik voor jullie weer een keertje een gameplay op de map Turbine. Ik heb volgens mij nog nooit de map Turbine geüpload op mijn kanaal. En dat komt gewoon omdat ik het echt een rotmap vind om te spelen. In bijvoorbeeld Team Deathmatch had ik vorige keer best wel een redelijk goede score in deze map. Maar verder, als ik Ground War speel, als ik Domination speel, haal ik eigenlijk nooit echt super goede scores op deze map. En dat komt omdat echt ongeveer van de 18 mensen die in zo'n Ground War potje zitten, echt 10 ongeveer ervan lopen gaan snipen. Dus het faalt allemaal keihard in deze map. Maar het is verder wel op zich wel een leuke map om te spelen. De grootste map in heel Black Ops 2. En je moet er dus ook gewoon een beetje een tactiek op hebben. En mijn tactiek in deze map is eigenlijk gewoon een beetje uit de enemy spawn blijven. Een beetje proberen de spawn killen. Aan de zijkant van de map blijven. En het midden ook gewoon vermijden. Oh, ik pak wel altijd gewoon eventjes de B-vlag in dat soort van turbine die kapot daar in het midden van de map ligt. Maar verder blijf ik gewoon uit de buurt van die vlag. Verder blijf ik sowieso uit de buurt van het midden. Als we geen dominee speelden. Maar ik heb vandaag een keertje een target finder gameplay voor jullie. Want ik wil even wat target finder tips geven. Want natuurlijk zegt iedereen altijd, ja, de target finder is echt noob. Dat ding moet je niet gaan gebruiken. Maar het is echt een hele chille attachment als je er gewoon niet mee gaat lopen campen. Want het is natuurlijk wel een beetje overpowered als je hem op je light machine gun zet. Je gaat ermee in een hoekje zitten, je zet de claymore naast, je zet de shock charge naast en niemand kan je gewoon meer killen. Maar als je er gewoon mee gaat rondlopen is het aan de ene kant best wel gewoon een poep attachment, want hij zoomt redelijk langzaam in en verder heb je er eigenlijk ook niet heel veel aan van close quarters. Maar op lange afstanden, dus als je hem bijvoorbeeld op de SMR zet, zoals ik hier heb gedaan, dan is het echt een chill attachment om te gebruiken. Omdat je dan gewoon zo'n rood vakje om iemand heen krijgt en je kan ook heel makkelijk je headshots halen. Daarom gebruik ik deze attachments eigenlijk altijd, want als je voor een assault driver bijvoorbeeld 100 headshots moet halen zodat je gouden camo krijgt, of zodat je diamond camo kan krijgen, dan moet je gewoon heel snel headshots maken. En de meeste mensen die denken ook, nou, ik speel eventjes met dit wapen, dan heb ik hem meteen goud, ben ik er weer van af. En de target finder helpt daar echt enorm bij, want er komt natuurlijk zo'n rood dingetje om hun heen. En als je dan gewoon boven in dat vierkantje ligt, dan haal je zoveel headshots. Normaal gesproken haal je ongeveer, denk ik, 5 headshots in een potje. Maar met zo'n target finder wordt dat gewoon verdubbeld. Dus dat is eventjes een tipje tussendoor. Gebruik de target finder als je headshots wil halen. Maar verder, deze gameplay op de achtergrond is ook gewoon een lekker streak. Je zit nu al weer op een 15 gun streak. En hier zat iemand keihard te campen. Die had de claymore naast zich staan, een shock charge. En hij bleef gewoon liggen toen zijn shock charge en claymore weg waren. Je ziet het hier, ik backreep meer. Alleen jammer genoeg werd hij gekillsteeld. Het is kill confirmed, het is ground. En ik heb weer een keertje de killstreaks aanstaan. Orbital V-set, EMP systeem en de swarm. En de swarm is nou wel echt gewoon een poep killstreak om te gebruiken in heel Black Ops 2. Want iedereen liefde altijd het potje. Maar in Turbine is het echt een van de beste killstreaks om te gebruiken. In die nieuwe map met dat water in het midden, ik ben de naam eventjes snel vergeten, is de swarm ook een hele chille killstreak om te gebruiken. Maar verder, in andere mappen zou ik het nou niet aanraden om te gebruiken. Want ten eerste, lieft altijd iedereen als je een swarm gebruikt. En ten tweede, nou ja, je killt er misschien een paar mensen mee als iedereen lieft. En de meeste mappen die zijn ook gewoon dicht van binnen. En dan gaan ze allemaal in huisjes lopen campen. En ze gaan sowieso gewoon campen op het moment dat jij een killstreak inroept. Dus als je een looster inroept, gaat iedereen lopen campen. Vital Worship gaat iedereen in huisjes zitten. Maar de gameplay zit er alweer bijna op. Ik wil nog eventjes een kort verhaaltje vertellen. Want ik was vandaag naar de stad gegaan samen met Gearzone Channel. Dat is ook een YouTuber. Hij uploadt voornamelijk The Kingdom van Minecraft. En we hadden elkaar gewoon daar ontmoet. Ik had hem verder nog nooit in het echt gezien. En ik praatte ongeveer echt een paar maanden met hem. En ik had nog nooit een YouTuber ontmoet in real life. En het was dus best wel leuk. We waren eventjes naar de McDonald's geweest. We waren gewoon eventjes in de stad aan het rondlopen. Hun gingen er zelf naar een concert toe. Alleen het was muziek waar ik nou niet echt van houd. Dus ja, daar was ik zelf niet heen gegaan. Want dan stond ik daar en dan dacht ik echt van, ja, wat moet ik hier doen? Dus daarna was ik gewoon naar huis gegaan. Maar het was best wel kicken om ze gewoon een keertje in het echte leven te ontmoeten. En ik hoop nog een paar andere YouTubers ook gewoon in het echte leven te gaan ontmoeten. Want ik begin op het moment best wel groot te worden. Ik heb nu alweer bijna 10.000 subscribers. Dus daarvoor wil ik jullie sowieso nog eventjes bedanken. En het is dus best wel handig als je een paar mensen ook in het echte leven kent. Zodat je ze gewoon beter kan leren kennen. En Gearzone Channel vind ik echt hele chille ventjes. Ze zijn echt gewoon ook gewoon chill in het echte leven. Ze lullen gewoon over alles wat ze ook kunnen. Over het internet op lullen. Dus dat is wel kicken om te zien dat ze niet op het internet anders zijn dan ze in het echte leven zijn. Want sommige mensen zijn dat, dan zeggen ze alles op het internet en dan kom je ze in het echte leven tegen. En dan zijn ze opeens iets heel anders. En dan zijn ze opeens een heel ander personage dat je eigenlijk normaal gesproken in je hoofd had zitten. Maar de gameplay zit er hier alweer bijna op, jongens. Mocht je nou mij willen ontmoeten of zo, ik ga ooit nog wel een keertje naar een soort van game event. Dus jullie kunnen me ook wel een keertje gaan komen te ontmoeten. Jammer genoeg kon ik natuurlijk niet naar de Dutch YouTube Gathering vanwege mijn kies. Jammer genoeg was dat ook nog eens niet doorgaan. Dus eigenlijk had ik gewoon naartoe moeten kunnen. Alleen ik had dus geen kaartje gekregen. Maar hier loopt theatermode vast. Mocht je dit compleet nou leuk hebben gevonden, vergeet me dan alsjeblieft geen duimpje omhoog te geven. Want het helpt me echt gewoon enorm met groeien. En allemaal bedankt voor het aantal abonnees dat we op dit moment hebben. Allemaal bedankt voor het aantal duimpjes omhoog dat we op dit moment hebben. En tot de volgende keer, jongens. Bye bye.